twee oud-leerlingen van onze school, Sanne en Lars. Welkom terug op het Noordic in Frieseveen. Ja. Nou, vertel eens, hoe gaat het met jullie, Sanne? Ja, goed. Ja, gaat zijn gangetjes wel. Natuurlijk wel een beetje, ja, nu gek met deze tijden, ook dat het zo moet overdag. Maar ja, voor de rest gaat het wel prima. En met jou, Lars? Ja, bij mij net zo. Het is natuurlijk wel heel anders nou met corona. Maar ja, dat hou je nu eerst toch wel. En verder, ja, het is hier ook een tijdje geleden, voor mij dan. Maar ja. Anderhalf jaar. Maar toch. Nou, laten we eens even teruggaan naar jullie tijd op het Noordic. Sanne, vertel eens, weet je nog welk jaar je hier op school kwam? Moet ik even nadenken. Kijk, ik was 11. Ik ben nu 19. 8 jaar geleden al, denk ik. 8 jaar geleden al. Nou, vertel, in welke klas kwam je toen? Nou, ik kwam in BK 12, weet ik nog heel goed. En toen... Ik zat in de klas met heel veel meisjes uit mijn dorp en dat was altijd heel gezellig en dat was heel leuk. En ik weet nog gewoon dat wij eigenlijk hebben afgesproken met mijn beste vriendinnetje, dat is nog steeds mijn beste vriendinnetje. Ja, we gaan samen naar Noord- en Frieseveen, want dan zijn we hier geweest met de open dag. En we hebben hier volgens mij door de school heen gerend, zo leuk vonden we die. Helemaal zin om naar het Noordic te gaan en dat was heel leuk. En natuurlijk ben je nog heel klein en dat is allemaal nieuw, maar je bent er heel snel aan en ik vond het hier ook gewoon heel snel wennen. Wat is je leukste herinnering aan je schooltijd hier op school? Nou, ik vond het vooral van Noordic, en dan, ja, ik weet niet of elke Noordic het heet, maar vooral Frieseveen, dat je heel vaak ook leuke dingen ging doen. En er werd heel vaak wat georganiseerd, wat je kon doen. En bijvoorbeeld, je ging op stedentrip, maar in klas 2 had je ook kamp. En in klas 4 ging je weer op werkweek. En er waren heel veel dingen tussendoor wat je nog ging doen. En dat is gewoon, je maakt het band met de leerkrachten, maakt het heel hecht. Maar ook onderling met de leerlingen, het was gewoon echt heel hecht. En het maakt echt een goede band met elkaar. En vooral ook omdat je heel veel met elkaar doet. Ja, super. Lars, en nu ben je al een tijdje van school af. Vertel eens, wat doe je nu? Nou, ik ben nu tweedejaars verpleegkundige student. Dus nou ook in deze coronatijd ook wel weer extra of zwaar. Maar ja, je krijgt de lessen niet goed mee, maar je moet wel net zo hard werken. En ja, dat is wel, die afwisseling is wel weer heel mooi. Maar ja, je mag gewoon de dingen doen die je dan eigenlijk misschien wel helemaal niet had kunnen doen op die manier. Leuk. Hoe is de overstap gegaan? Je hebt hier je diploma opgehaald en toen, hoe ging het verder? Nou ja, ik ben hier kader en dan ben ik op mbo gestart op niveau 4, wat eigenlijk normaal niveau 3 geadviseerd wordt. Dus het was wel even spannend van ga ik het wel halen. En ja, nou mag ik versneld doen. Dus het zegt eigenlijk, niveau zegt niks, als je maar echt wil dan kom je er wel. En hoe ziet de toekomst er voor jou uit? Wat hoop je hierna nog te doen? Nou ja, ik hoop als ik nou straks klaar ben met mbo, de hbo erachteraan te kunnen doen. En dan in het ziekenhuis of de IC of zo. Gaaf. Ja. Sanne, wat doe jij nu? Ja, toen ik hier van school afging had ik eigenlijk zelf als jou. Ik had mijn kaderdiploma gehaald en dan raden ze eigenlijk niveau 3 aan. Dat wil ik ook niet voor 4 gaan doen. Onderwijsassistent, dan denk je in het begin, denk je, oh spannend, dat eigenlijk is het één stapje hoger. Maar het ging me eigenlijk heel goed af. Toen heb ik daarvan mijn diploma gehad ook, dus ik heb onderwijsassistent gehad. En nu zit ik op het hbo in Zwolle op Winnersheim. En dat vind ik ook heel leuk en ik hoop dat het ook allemaal goed gaat. Wat studie doe je nu? Ik doe nu de pabo en dat was wel even knokken, want je moet daarvan toelatingstoetsen halen. Maar gelukkig ben ik daar vanuit onderwijsassistent heel goed op begeleid. Dus ik hoop dat ik die helemaal kan afmaken. Gaaf. Dus misschien kom je ooit nog wel weer terug op het Noordic, maar dan als docent. Ja, nou, misschien in de toekomst. Wie weet. Ja. Lars, zou je nog iets mee willen geven aan de toekomstige brugklasses hier op het Noordic? Wat is jouw advies voor een leuke schooltijd hier op school? Ik denk sowieso dat je jezelf tegenover anderen niet te veel moet willen bewijzen. Maar echt jezelf willen zijn en kunnen zijn. En ik vind dat je dat hier ook heel goed kunt. Als ik dan ook kijk naar mijn eigen tijdje terug, dan ja. Sanne, jij knikt. Ben je het daarmee eens? Ja, het is ook gewoon, je kan gewoon je eigen ding doen hier. Wat allemaal wel geaccepteerd. En ook gewoon als je iets ergens mee zit, kun je naar een leerkracht toe lopen. Maakt niet uit welke leerkracht. En er zijn er eigenlijk altijd voor je. Dus dat is heel fijn dat je gewoon overal je verhaal kwijt kan. Gewoon lekker jezelf kan zijn. Ja. Mooi. Bedankt voor jullie interview. Ja, we wensen jullie nog heel veel succes natuurlijk in de toekomst. Ja, nou, en wie weet zien we jullie nog gauw een keertje terug hier voor een kopje koffie. Ja, bedankt. Het Noordic. Samen morgen ontdekken.